Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Laten we dus bij alle vier gegeven antwoorden kijken of ze waar zou kunnen zijn. En de eerste is dat de gravitatiekracht van de Aarde en de, van de Maan elkaar precies opheffen op die hoogte. Om dat te kunnen, dan zit je dus hier, dan zou het ook betekenen eigenlijk dat je als satelliet zijnde niet mag bewegen. Maar die satelliet die beweegt in een cirkelbeweging rondom de Aarde, staat dus niet stil en alleen dat al is een reden dat antwoord A nooit het goede antwoord zou kunnen zijn. Daarnaast, omdat de massa van de Maan veel kleiner is dan die van de Aarde, zou je ook veel dichter bij de Maan moeten bevinden als satelliet. Wil je op het punt komen dat beide eh, zwaartekrachten elkaar precies opheffen? Dus A is niet het goede antwoord. Wat je krijgt is dat die satelliet een cirkelbeweging maakt, een eenparige cirkelbeweging. Eh, dat betekent dat die een snelheid heeft en dat er sprake moet zijn van een middelpuntzoekende kracht. Wanneer op de hoogte van de geostationaire satellieten de zwaartekracht nul zou zijn, dan zou er dus ook geen middelpunt zoekende kracht kunnen zijn waardoor die satelliet dus ook niet in de cirkelbaan rondom de aarde kan bewegen. Dus eh, antwoord B kan ook nooit het goede antwoord zijn. Is het dan zo dat er een kracht wordt gegenereerd als de satelliet met de snelheid beweegt? Nou dat klinkt lage onzin. Snelheid zorgt nooit rechtstreeks voor een kracht dus C is het ook niet. Eh, wat je moet hebben voor die satelliet, wil die een cirkelbeweging gaan maken, is precies de juiste snelheid. En die snelheid mag dus ook niet minder worden doordat er sprake is van luchtwrijving. Op die enorm grote hoogte is er geen sprake van luchtwrijving, dus als die satelliet eenmaal de juiste snelheid heeft gekregen en in zijn cirkelbaan beweegt, dan zal die dat ook blijven doen. Vraag 2, en die bestaat uit twee dia's. Wat ons gevraagd wordt is eigenlijk de formule af te leiden voor de baansnelheid van een voorwerp dat in de cirkelbeweging rondom een planeet beweegt. Dat doet het eh, omdat er een middelpuntzoekende kracht op het voorwerp werkt en die middelpuntzoekende kracht die wordt verzorgd door de gravitatiekracht. Voor beide krachten hebben we een formule die kunnen we allebei invullen en dan kunnen we ook al meteen de formule wat eh, versimpelen. Want links en rechts kan ik eh, de m tegen elkaar wegstrepen dus de massa van de satelliet die doet het niet toe. En ik kan ook één rtje links-rechts wegstrepen. En als ik dat doe, dan krijg ik de volgende vergelijking. En dan hoef ik nog maar één ding te doen: namelijk links-rechts de wortel nemen. En dan krijg ik ook de vergelijking voor de baansnelheid van een satelliet. Vraag 3. We hebben nodig de valversnelling. Nou, de valversnelling, daar kun je een vergelijking voor opstellen, want de valversnelling is altijd gelijk aan de gravitatiekracht gedeeld door de massa van het voorwerp. In deze opgave krijgen we dat de valversnelling op het oppervlak van de aarde even groot is als de valversnelling op het oppervlak van de planeet. We kunnen nu de formule in de eerste rij gaan invullen voor de aarde en voor de planeet en dan krijgen we de volgende vergelijking. Let op die hoofdletter R, want hoofdletter R is de straal van de aarde of de straal van de planeet, want we willen de valversnelling ook bepalen op het oppervlak van het hemellichaam. We hebben één ding gegeven gekregen in de vraag, dat is namelijk dat de planeet een massa heeft die vier keer zo groot is als die van de aarde. Nou, we gaan even terug naar uh, die vergelijking in het midden. Ik kan daar al meteen wat uh, vereenvoudigen, want uh, de gravitatieconstante die valt links rechts weg. Dan krijg ik deze vergelijking. En ik ga nu eventjes uh, kruislingsvermenigvuldig om de vergelijking net wat anders op te schrijven, namelijk in deze vorm. Ja, waarom doe ik dat? Omdat rechts van het is-teken nu staat m planeet gedeeld door m aarde. Ja, en ik weet wat eruit komt, want daar komt 4 uit. Ik zet het kwadraatje eventjes uh, om de hele breuk heen aan de linkerkant. Ja, en als uh, dat kwadraatje gelijk is aan 4, dan moet dus gelden dat r planeet gedeeld door r aarde gelijk is aan 2. Oftewel, de planeet heeft een straal die twee keer zo groot is als de straal van de aarde. Vraag 4. Wat altijd geldt voor een hemellichaam die in een baan rondom een, een planeet of ster beweegt, is dat de totale energie van het hemellichaam constant is en die is ook altijd gelijk aan de kinetische energie van het hemellichaam plus de gravitatie energie. Nou, Laten we eens kijken wat gebeurt er nu met de gravitatie energie op het moment dat je je dichter naar uh, de sterren of naar de planeet beweegt. Nou, daar hebben we ook een formule voor. De gravitatie energie is een, uh, heeft altijd een negatieve waarde. En als je goed kijkt naar de formule, dan zul je zien als je dichter bij de ster komt, dan wordt r dus kleiner. En dan wordt de breuk groter, maar omdat het een min getal is, wordt dus de gravitatieenergie meer negatief. Dus de gravitatieenergie neemt af. Omdat de totale energie niet mag veranderen, betekent het ook meteen dat als de gravitatieenergie afneemt van positie 1 naar positie 2, dat de kinetische energie dan toe moet nemen. Vraag 5. Wat kunnen we zeggen over de gravitatieenergie als een satelliet zich beweegt van 400 kilometer boven het aardoppervlak naar 800 kilometer boven het aardoppervlak? Nou, laten we eerst eens even de grafiek schetsen van de gravitatieenergie. Die ziet er zo uit: het is een omgekeerd evenredig verband, maar de gravitatieenergie is wel altijd negatief. Dan moet je goed opletten, ook bij deze vraag. De satelliet bevindt zich op een hoogte van 400 kilometer. Als de satelliet van 400 kilometer naar 800 kilometer zou gaan, 800 kilometer hoogte, dan zou je in de grafiek kunnen zien: dan kom je dus uit bij het tweede lijntje. En dan, omdat we te maken hebben met een omgekeerd evenredig verband, zal 800 kilometer ook samenvallen met een gravitatieenergie die de helft is van de gravitatieenergie bij 400 kilometer. En let erop: de gravitatieenergie is wel de helft, maar die is dus ook groter, omdat we hier te maken hebben met negatieve waarden. Als je dit als antwoord had, dan heb je het niet gek gedaan. Maar je hebt wel over één gegeven heen gekeken, want dit is niet het juiste antwoord. En dat gegeven, dat is de r in de formule. Met r wordt bedoeld de afstand van de satelliet tot het midden van de aarde. Dus r is gelijk aan de straal van de aarde plus de hoogte. Omdat r ook veel groter is dan die 400 kilometer, krijg je het volgende. Wanneer ik dus uh, wil uitrekenen hoeveel gravitatieenergie de satelliet heeft op een hoogte van 400 kilometer, dan moet ik mijn grafiek dus aflezen bij de waarde van 6771 kilometer van het midden van de aarde. Ga ik nu van 400 kilometer naar 800 kilometer hoogte, dan zal de afstand tot het midden van de aarde ook met 400 toenemen. Maar relatief is die toename helemaal niet zo groot. De waarde zal wel minder negatief zijn, maar nog steeds heel dichtbij mijn eerste waarde liggen. Dus het juiste antwoord is dat mijn gravitatieenergie op 800 km hoogte ergens ligt tussen die op 400 km hoogte en de helft van de waarde op 400 km hoogte.